Welkom Leeuw bij jullie reading van de maand februari. Hoe ziet jouw persoon jou? Is de vraag. Daar gaan we naar kijken. Dat is een algemene reading. Hoeft niet voor iedereen te resoneren. Neem mee wat resoneert en laat de rest achterwege. We gaan meteen met de tarotkaarten kijken. En daarna een aantal orakelkaarten met boodschappen van jouw persoon. Wat wil je persoon tegen jou zeggen? En dan gaat het om liefde. Voor februari 2022. Universum. Ik had graag 3 kaarten gehad van hoe de persoon waar Leeuw op dit moment aan denkt. Leeuw ziet. Hoe ziet de persoon van de Leeuw? Ons Leeuw. Hoe ziet jouw persoon jou? Hoe ziet jouw persoon jou? Leeuw. Hoe ziet de persoon waar Leeuw op dit moment aan denkt? Hem of haar? Hoe ziet jouw persoon jou? Nog 1 kaart, universum, voor de Leeuw. Hoe ziet jouw persoon jou? Onder op het dek, de koning van kelken. Jouw persoon ziet jou, dit is de algemene energie, als iemand die heel liefdevol is. Krijg ik het gevoel met de koning van kelken. Iemand die het nodige heeft meegemaakt in zijn leven en emotioneel in zijn kracht staat als het ware. Je persoon kan jou zien als iemand die zijn emoties binnenhoudt en niet meteen uit. Dus je bent je heel erg bewust van wat je laat zien aan jouw persoon en wat niet. Je zult niet meteen je muurtje omlaag laten en je diepste gevoelens aan de ander laten blijken. Jouw persoon ziet jou wel als iemand die stabiel is en met wie hij of zij ja, een stabiele toekomst zou kunnen hebben. Je persoon ziet jou ook als financieel stabiel met de aas van pentakels. En ziet jou als iemand ja, om samen iets mee op te bouwen. Je persoon ziet jou als een kans om iets op te bouwen in de toekomst. Maar je persoon kan jou ook zien als iemand, inderdaad, ja, ik weet niet of deze persoon weet van jouw situatie, als iemand die in een kruispunt, op een kruispunt in zijn leven staat. Iemand die een beslissing moet maken over een bepaald iets. Dus het kan zijn dat je persoon weet over je situatie, dat je nog te maken hebt met een relatie waar je in zit, of met een ex-relatie. En dat je op een kruispunt in je leven staat. Met 1 been binnen en met 1 been buiten. Heb ik het gevoel. Dus je persoon ziet jou als iemand die eerst een keuze moet maken alvorens dit nieuwe begin tussen jullie beiden kan starten. Van de grond af, van de grond opgebouwd kan worden tussen jullie beiden. Er kan niet starten tussen jullie beiden of verder ontwikkelen op het moment dat die keuze nog niet gemaakt is. Je persoon kan jou ook zien als iemand die een afwachtende houding aanneemt en niet direct actie onderneemt in zijn situatie Leeuw. Dan hebben we de schildknaap van zwaarden. Je persoon kan jou zien als iemand die wel heel intelligent is, ook heel nieuwsgierig is. Iemand die graag alle ins en outs wil weten, alvorens verder te gaan in deze relatie. Want de schildknaap van zwaarden is iemand die informatie wil krijgen over een bepaalde situatie. Dus in het contact. Ik weet niet meer wat voor persoon jullie te maken hebben. Het kan zijn dat je persoon dit wellicht misschien als vervelend ervaren. Dat je te veel vragen stelde bijvoorbeeld tijdens het contact met de schildknaap van zwaarden. Zoals ik zei, dit is wel iemand die intelligent is. Die eigenlijk overal over mee kan praten.
En het kan zijn dat jouw persoon, mochten jullie geen contact hebben op dit moment, van jou verwacht dat jij het contact gaat opnemen. Tussen jullie beiden. Dan wil ik weten, hoe denkt Leeuw over zijn of haar persoon? Wat denkt Leeuw over zijn of haar persoon? Wat denkt Leeuw over zijn of haar persoon? Jouw persoon kan je ook zien als iemand het gevoel hebben als jullie geen contact hebben. En dat kan doordat hij of zij jou ziet als iemand die een beslissing moet maken in zijn leven in een bepaalde situatie. Of een kruispunt staat in zijn leven. Dus het kan zijn dat jullie geen contact hebben. Maar deze persoon wil het wel. Ziet jou wel als iemand om een toekomst mee op te bouwen. En met die schildknaap van zwaarden wacht die persoon wellicht totdat jij communiceert. Naar hem of haar toe. De persoon kan jou ook zien met een schildknaap. Het kunnen ook kinderen betekenen. Of het kan zijn dat deze persoon jou in de communicatie wellicht wat onvolwassen vindt overkomen. We gaan even kijken. Mag ik nog twee kaarten? Ja. Hoe jij jouw persoon ziet als de keizerin, kelk en aas en zwaarden 10. Met die zwaarden 10 heb ik het gevoel inderdaad dat het iemand is waar je eerder contact mee hebt gehad. De persoon waar je op dit moment aan denkt. Dus dat deze reading inderdaad voor iemand is, voor een leeuw. Die denkt aan iemand waar al een connectie mee was of een relatie mee is geweest. En dat heeft een pijnlijk einde tot gevolg gehad. Met de keizerin heb ik het gevoel dat je deze persoon ziet als... Dit is een hele vruchtbare energie. Maar dit kan ook een energie zijn inderdaad van iemand die een gezin, kinderen heeft. Een moederlijke energie. Dus jij kan deze persoon leeuw zien als iemand die al gebonden is. Gebonden is, het kan zijn dat je te maken hebt met iemand die getrouwd is, die kinderen heeft. En het kan ook zijn dat je deze persoon ziet als iemand die open staat voor meerdere opties. Krijg ik het gevoel. Je vindt deze persoon wel heel aantrekkelijk. Heel zelfverzekerd overkomen. Deze persoon heeft voor jou wel een bepaalde aantrekkingskracht. En je hebt emoties voor deze persoon met de kelken aas. Doordat je emoties voelt voor deze persoon, ligt hier ook die zware 10. Het pijnlijk einde. Ik heb het gevoel dat jullie deze persoon eigenlijk al een beetje losgelaten hebben, Leeuw. Met de zware 10. De zware 10 is een heel pijnlijk einde. Is een einde, maar ook een nieuw begin. Er is weer licht aan de horizon na de zware 10. Dus ik heb het gevoel dat jullie eigenlijk al verder zijn gegaan vanuit deze connectie. En niet meer zozeer emotioneel. Ja, die gevoelens hebt voor je persoon. Dit was er wel. Je zag met diegene inderdaad een relatie voor je met de kelken aas. Je had sterke emoties voor deze persoon. Maar door jullie connectie, door het feit wat er gebeurd is. Ik weet niet wat er gebeurd is. De zware 10, dat is ja, je hopeloos voelen, je down voelen. Dus het kan zijn dat deze persoon ja, jou in het verleden pijn heeft gedaan. En je hebt het als het ware al losgelaten. Je zit niet meer in je hoofd. Deze persoon zit niet dagelijks meer in je hoofd, heb ik het gevoel. En dat kan te maken hebben met het feit dat hij of zij inderdaad in een relatie zit, een gezin heeft, getrouwd is. Waarom ligt hier die schildknaap van zwaarden? Universum. Waarom ligt hier die schildknaap van zwaarden? Ja, persoon kan jou met die schildknaap van zwaarden ook als iemand zien die nog niet helemaal zeker weet wat hij wil. Iemand die nog duidelijkheid nodig heeft. Iemand die misschien duidelijker moet communiceren.
met de aas van zwaarden. Kelken 3. En het kan zijn dat jouw persoon wil weten hoe je situatie is. Het kan zijn dat jouw persoon wel het gevoel heeft dat jij hem of haar nog steeds in de gaten houdt. Dus wat dat betreft kan het zijn dat deze persoon bijvoorbeeld op social media ook berichten post waarvan hij of zij weet dat jij die gaat zien. Omdat hij of zij het gevoel heeft dat je hem of haar nog steeds in de gaten houdt. Dan hebben we die kelken 3. Jouw persoon weet van jou niet of jij nog open staat voor deze connectie met de kelken 3. De kelken 3 is een energie van samenkomen, vieren. Er is iets te vieren. Maar ja, jouw persoon wil dit nieuwe begin, ziet jou als iemand om een stabiele toekomst mee op te bouwen. Maar weet niet of jij dit ook nog wil. En dat kan te maken hebben met iets wat er gebeurd is met die zwaarde 10. Dus dat is de grote vraag. Dat is de onduidelijkheid. En daar moet duidelijk over gecommuniceerd worden met die aas van zwaarden. Je persoon blijft vasthouden met de 4 van pentakels en kan jou niet zo snel loslaten. Nou, dan gaan we nog even kijken. Het is een korte boodschap. Welke boodschap? Wat wil de persoon van Leeuw nog aan Leeuw kwijt? Wat wil de persoon van Leeuw nog aan Leeuw kwijt? En ik heb ook het gevoel, Leeuw, bij jullie kaarten liggen ook de kelken aas. Zo zie jij je persoon. Ik heb het gevoel dat dit in het verleden was inderdaad. Dat je een nieuw begin zag met deze persoon. Maar dat jij op dit moment aan je eigen geluk werkt. En ja, buiten deze connectie om. Ik heb het gevoel dat jullie al wat teruggetrokken hebben en ook emotioneel niet meer bereikbaar zijn voor deze persoon. Kijk, de boodschap die jouw persoon jou wil vertellen is: I want to tell you how I feel. Ik wil je vertellen hoe ik me voel. I replay our conversations over and over. Dus ik herhaal onze gesprekken steeds maar weer. I am afraid to contact you. Ik ben bang om contact op te nemen. Ja, zoals ik zei inderdaad, diegene durft geen contact op te nemen. Wacht op de eerste stap vanuit jou, omdat hij of zij, ja, het is niet duidelijk of jij openstaat om, ja, deze connectie weer opnieuw te laten opbloeien. En dan hebben we, I hid who I really am from you. Dus ik heb niet mijn ware ik laten zien. Ja, in het verleden inderdaad, het is tot een pijnlijk einde gekomen, maar deze persoon heeft niet zijn ware ik aan jou laten zien, Leeuw. Dus dit is de boodschap die door wou komen van jullie persoon. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een hele korte reading. Even snel tussendoor. En nou, vind je het leuk? Abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dag!